Hoi. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik samen met Aniek en haar pony Jedi laten zien welke verschillende figuren je kunt rijden. En hoe die eruit zien en hoe je die dus het beste kunt gaan rijden. Dus veel plezier met kijken. Een rijbaan heeft letters en die letters zijn er om dus om de figuren te rijden. En bijvoorbeeld in je dressuurproef, zodat de jury op die letter jou kan beoordelen. Want als je bij een letter een bepaalde oefening moet doen, dat ze dus ook kunnen zien of je dat daar wel of niet doet. Want als je die letters niet zou hebben en je moet bijvoorbeeld in de hoek, ja, dat is natuurlijk best wel een breed begrip. Dus nu kan je zeg maar die letters daarvoor gebruiken. En daar zijn dus ook die figuren omheen gebouwd. En er is dus een ezelsbruggetje om die letters, want er is altijd een vaste volgorde de letters. Er is een ezelsbruggetje om die letters te onthouden. En die luidt: alle Friese boeren met centen hebben een koe. Die heb ik vroeger al op de manege geleerd. En dat is toch altijd wel handig als je het even niet meer weet. Dan hou je gewoon even dat riedeltje. En dan weet je dus zo de volgorde van de letters. De eerste figuur wat we aan je gaan laten zien, dat is de grote volte. En een grote volte kan je bij A of C rijden of bijvoorbeeld bij B of E. Een grote volte is eigenlijk gewoon een grote cirkel. En daarbij is het belangrijk dat je een paard mooi in stelling en buiging loopt. En dat betekent dus, je paard normaal wil je natuurlijk als je rechtuit gaat, moet je paard recht zijn. Maar als jij de volte rijdt, dus de cirkel, moet je paard een beetje gebogen in de richting dat jij rijdt, zeg maar, zijn. En zo moet je dus je hele volte rond blijven met je paard. En als je je volte bij A of bij C rijdt, is het dus belangrijk dat je volt zeg maar helemaal gelijk is, dat je een echt een perfecte ronde cirkel rijdt, dus al je helften ook gelijk. Als je hem dan bij A of C rijdt, dan weet je dat hij perfect rond is als je volt het tot X rijdt. En X is echt precies het midden van de rijbaan. Dus zeg maar tussen B en E en A en C, als je daar zo'n kruis tekent, is X precies het midden. En als je dan bij A of C dus je volt rijdt, rijdt hem tot X, dan is hij mooi rond. En bij B en E is dat iets lastiger in te schatten. Je hebt niet precies zo'n middenstuk zeg maar het is ook belangrijk om daar goed op te letten dat je je rondjes of je halve rondjes mooi gelijk rijdt. Naast de grote volte heb je ook kleinere varianten, dat is bijvoorbeeld de volte halve baan. En de baan die is 20 meter breed, dus de halve baan betekent dat je volte 10 meter breed is. Dus als je hem vanaf de lange zijde doet, dan rij je hem tot de middenlijn. Dus zeg maar tot de, ja, als je de bak door de helft meldt, tot de lijn in het midden. En daar heb je ook nog weer andere variaties op, zoals de volte 15 meter. En omdat de bak dus 20 meter breed is, is volte 15 meter zeg maar dan dus 3/4 van de breedte van de bak moet je dan rijden. En met voltes kun je natuurlijk eindeloos variëren, want je kunt bijvoorbeeld ook halve grote voltes rijden, dat je bijvoorbeeld van A naar X en dan X Z, zeg maar, dus dan rij je een soort grote S. Je kan een halve volte halve baan, dus afwenden bij bijvoorbeeld B, een halve volte en dan rechtuit, dan doe je dus maar de halve volt. En zo kun je eigenlijk eindeloos variëren met voltes, maar het belangrijkste is en blijft dat je de hoeken niet meeneemt, want de volte is rond en de hoeken is natuurlijk eigenlijk gewoon een groot rechthoek als je dat rijdt. Je zorgt dat je paard gewoon mooi in de stelling en de buiging is, dat die mooi rond in zijn lijf is, dus dat je een perfecte cirkel kan rijden. En als je bijvoorbeeld een halve cirkel rijdt en daarna de andere helft opgaat, zorg dat je dus ook dan de stelling verandert. Zo, en het volgende figuur is van hand veranderen. En je rijdt op de linker of de rechterhand. Zo noemen we dat natuurlijk in paardrijden. En op de linkerhand betekent eigenlijk gewoon dat je links omrijdt. En op de rechterhand betekent dat je rechts omrijdt. En je wilt natuurlijk in je training allebei de handen heel veel rijden. Dus je moet ook regelmatig van hand veranderen. Dus op een andere kant om gaan rijden. En van hand veranderen, dat doe je meestal op de diagonaal. En de diagonaal betekent eigenlijk een schuine lijn. Dat is dan bijvoorbeeld van de F naar de H. Dus dan ga je schuin naar de overkant. En bij de diagonaal is het belangrijk dat je dan goed de hoek inrijdt. Dus je paard dan weer stelling en buiging neemt. Maar zodra je op de diagonaal zit, en dat is dus een rechte lijn, zorg dat je paard ook mooi recht is en mooi constant loopt. Je kunt natuurlijk ook van hand veranderen door gewoon af te wenden, bijvoorbeeld van C naar A of van E naar B. En ook hier zijn natuurlijk weer 101 varianten voor te verzinnen. Belangrijk is dat je je hoeken mooi rijdt, hoeken mooi stelling aanneemt en dat je als je rechtuit gaat je paard mooi recht stelt. En dat je natuurlijk niet vergeet om op andere been te gaan liggen rijden als je aan de overkant bent. Nou, de volgende figuur is de gebroken lijn. En ja, het zegt al een beetje, het is een gebroken, dus de lijn is gebroken. Je rijdt eigenlijk een soort driehoek. En meestal rijd je die op de lange zijde. Bijvoorbeeld van K naar H. Dan is het belangrijk dat je dus van K naar X naar H rijdt. En dat is de gebroken lijn. Die rijdt dus helemaal tot de middenlijn. Maar je hebt bijvoorbeeld ook gebroken lijn 5 meter. En zoals ik al net zei, dus dan de bak is 20 meter. Dus dan rijd je eigenlijk maar naar 1/4 van de bak. Dus dat is tussen de hoefslag en de middenlijn in, daar moet je eindigen en dan rij je hem dus weer terug. En bij gebroken lijn is het ook belangrijk dat je goed je paard de stelling aanneemt en goed ook je stelling verandert als je zeg maar in het midden bent en je lijn terug moet rijden. Dus dat hij niet zo zeg maar wegloopt, want dat is niet mooi, dat hoort niet. We willen hem goed buigen en op de rechte stukken dat hij ook weer mooi recht is. En het volgende figuur wat we aan je gaan laten zien, dat is de slangenvolte. En de slangenvolte
Zoals ik net zei, volts hebben we natuurlijk net uitgelegd, dat zijn rondjes. Maar een slangenvolt rij je eigenlijk ook een soort lussen door de bak, als een slang, zeg maar. Alsof een slang zich opgekruld heeft door de bak heen. En slangenvolt rij je doorgaans met bijvoorbeeld 3 of 4 bogen. En daarom is het dus heel belangrijk dat je je bogen, dus de afstand, goed verdeelt. Dus als jij 3 bogen rijdt, dat je ook echt 3 gelijke bogen rijdt. Dus dat de afstand tussen je lijnen gelijk is. En ook hier is het weer belangrijk om je paard gewoon in de wending een mooie stelling aan te nemen. En op de rechte stukken weer recht te stellen. En als je dan weer de andere kant op gaat, dan buig je natuurlijk weer de andere kant om. Dit kan je natuurlijk varianten. Je hebt 3 of 4 bogen, die wordt het meest gebruikt of gevraagd in je proef. Maar je kan natuurlijk met 10 bogen rijden of met 2. Dat is maar net wat jij wil, hoe jij wilt trainen met je paard. Maar hier valt dus ook veel in te variëren. Door een S-verand veranderen, dat lijkt eigenlijk wel een beetje op een slangenvolt. Alleen rij je dat altijd zeg maar over de breedte van de bak heen. Dus bij een lange slangenvolt rijdt over de lengte van de bak en bij de S-volt rijdt over de breedte van de bak. Een S rij je meestal bij B of bij E, dus in het midden van de bak. En daarbij maak je dus eigenlijk een volte halve baan, een halve volte halve baan, want op X wissel je van been en ga je de andere kant op. Dus dat je echt een S rijdt. En dan kies je het belangrijk, net als in alle andere figuren, dat je op de juiste stelling aanneemt en dat je op het midden ook en van been verwisselt als je in draf zit. En dat je je paard weer omstelt naar de andere kant. Dus dat je mooi je stelling voor de volgende bocht maakt. En dat je zo je bocht mooi rond kan maken. En zorg natuurlijk dat je 2 gelijke bochten rijdt. Je S helemaal symmetrisch is. En het volgende figuur is een links of rechts omkeert. En die rijd je meestal bij de F, de M, de H of de K. Dus zeg maar in de hoeken van de bak. Links omkeert rijd je bijvoorbeeld als je op de hoefslag van H naar K rijdt. Dan rijd je dus bij K, maak je een halve volte halve baan. Dus dan rijd je tot de middenlijn. En vanaf de middenlijn ga je weer schuin terug naar K. Naar H. Vanaf de middenlijn ga je weer schuin terug naar H. Dus je rijdt eigenlijk een soort, ja wat is het, een half hartje zeg maar. Dus je rijdt een half hartje vanaf de lange zijde. En dat is dan een linksomkeert, want je draait om je linkerhand heen. Maar als je het vanaf de andere hand doet, dan is dat natuurlijk een rechtsomkeert. De rijbaanfiguren zijn bedoeld om jouw paard te trainen, om hem elastisch te houden, om hem dat is gewoon je basis van je training en om soepel en goed te kunnen rijden. En je kunt natuurlijk eindeloos variëren met de figuren. Ik heb nu een beetje de basis opgenoemd, maar je kan ten eerste variëren in welke gang je het rijdt. Stap, draf of galop, dat moet ik gewoon allemaal kunnen uiteindelijk. Daarnaast kan je natuurlijk variëren met de groottes, met de hoeveelheid, met hoe vaak je ze achter elkaar rijdt. Het is echt eindeloos. Maar figuren zijn altijd de basis van je training. En dat is eigenlijk bij iedereen wel hetzelfde, dus dat is altijd wel heel erg leuk. Zo, en dat waren een beetje de basis rijbaanfiguren. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Zo ja, doe even een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren als je niks meer van mijn video's wil missen. En dan zie ik je heel graag weer de volgende keer. Doei!